Goedenavond allemaal en welkom deze bijeenkomst. Ik ben Ira Liem en ik ben afdelingsleider van de brugklasse. Dat is mijn taak. Samen met de mentoren zorg ik ervoor dat uw kind eventueel een hele goede start zal krijgen op het Kennemer. Daar ga ik u graag wat meer over vertellen. Ga ik ook mijn scherm delen. Nou, dit is zeg maar mijn naam, ook even mijn e-mailadres erbij. Dus mocht u nou meer willen weten, u kunt straks een heleboel vragen stellen. Maar ook stel dat u later nog wat er binnen schiet, stuur mij dan een mailtje en dan neem ik contact op. Goed, eerst het kind en dan het resultaat staat hier. En dat is echt waar het Kennemer voor staat en zeker ook in de brugklas. Want wij kijken echt eerst naar het kind en dan komt pas de rest. En waarom? Omdat een kind wat niet goed nog in zijn vel zit of zijn plek nog niet helemaal heeft gevonden, ook niet open staat voor leren. En zeker in de brugklas is het natuurlijk heel belangrijk dat uw kind eventueel zich goed zich thuis gaat voelen. Het is nogal een overstap, kom ik zo meteen ook nog op terug. En wij kijken echt dus eerst van hoe gaat het met het kind en dan pas naar de cijfers. Nou, concreet betekent dit dat we bijvoorbeeld, we beginnen in augustus, dat we eind september met alle docenten van de klas bij elkaar komen en dat we iedere leerling doornemen. En dan gaat het niet over cijfers, maar alleen wat zie jij, wat valt je op, hoe gedraagt het kind zich in de klas, durft hij vragen te stellen. En zo zeg maar, bespreken we het kind en gaan we ook natuurlijk terugkoppelen van nou, wat is er eventueel aan de hand of wat is er nodig. Nou, daarbij zijn we ons ook enorm bewust van wat er allemaal gebeurt bij een kind. Zeker in de brugklas, maar ook later de hele middelbare school door natuurlijk. Zijn die hersenen van die kinderen ongelooflijk in ontwikkeling. Iedere fase brengt weer andere dingen met zich mee. En ja, de hersenen van uw zoon of dochter blijven tot hun 25e nog een beetje under construction. Ook iets voor ons om goed rekening mee te houden. Nou, hoe gaat dat dan in de praktijk? Dan begin ik even bij de overstap. Echt de overstap. Nou, dit jaar natuurlijk extra lastig voor het kind, maar ook voor u. Van ja, hoe gaat dat? Dat weten wij ook nog niet wanneer we weer naar school mogen. In ieder geval, wat gaan wel zeker gebeuren, is dat wij contact hebben met de basisschool. We spreken het liefst de leerkracht zelf om eventuele bijzonderheden nog te horen. En als wij idee hebben van nou, dit is een kind waar we iets meer van willen weten, dan kan het ook gedurende het jaar nog dat we zeggen, nou, we bellen toch even met de basisschool. De klassen die formeren we al voor de zomervakantie. En ik ga ervan uit dat het kan. De klassen die maken ook met elkaar kennis, de leerlingen in een klas en ook met hun mentor nog voor de zomer. Dus in juni ongeveer, die datum staat ook al vast, komen ze bij elkaar om kennis te maken, gegevens uit te wisselen, mentor te zien, rondje te lopen door de school, zodat ze zich al een beetje thuis gaan voelen. De introductieweek na de zomervakantie, als ze weer naar school gaan, dan beginnen we met een introductieweek en dat gaat voor de bruggers bestaan uit ongeveer 4 dagen waarin we ze wegwijs maken. Heel veel aandacht besteden aan groepsvorming, kennismaking, maar ook praktische dingen als de laptop, je kluisje. Nou, allemaal van die dingen waardoor kinderen zich wat zekerder voelen als ze op de maandag echt gaan beginnen. En bij die introductieweek, we gaan natuurlijk ook allemaal leuke dingen doen, daar gaan we ook heel nadrukkelijk ouders bij betrekken, want wij realiseren ons heel goed dat u eigenlijk nauwelijks gelegenheid hebt om kennis te maken met ons. Dus dat gaan we wel, daar gaan we in voorzien. Dan verder de overstap van uw kind eventueel. Uw kind krijgt een mentor. Iedere klas heeft een eigen mentor. En dan kunt u er vanavond een heel aantal van ontmoeten. En die mentor, dat is steun en toeverlaat, rots in de branding, contactpersoon ook. En uw kind ziet de mentor 4 à 5 of 4 lesuren per week. Dat zijn meestal 2 of 3 vaklessen en sowieso 2 mentorlessen. En in die mentorlessen wordt de band opgebouwd. De mentors zijn heel kundig, die zien ook de groepsprocessen die gaande zijn. Die gaan dat sturen, begeleiden en goed naar het kind kijken en kijken wat er nodig is. Wat er ook staat en wat we heel belangrijk vinden is contact met ouders. Wij maken echt heel erg graag gebruik van de driehoeken. Het kind, de ouder en de docent of de mentor, de school. Want wij zien niet wat er thuis gebeurt. U ziet niet wat er op school gebeurt. Het kind staat daarbij centraal. En met elkaar staan wij om het kind heen om het zo goed mogelijk te begeleiden.
En daarvoor is contact met u als ouder echt heel belangrijk. En de gedachte is wel eens van als mijn kind eenmaal naar de middelbare school gaat, dan is dat contact minder. Ja, het is zeg maar in de praktijk minder, omdat je natuurlijk niet meer wegbrengt. Maar nee, het lijntje naar de mentor, vakdocent of naar mij is echt heel kort. En dat vinden we ook heel erg fijn, want we doen het echt samen. Nou, de signaleringsvergadering heb ik net al iets over gezegd. Dat is die bijeenkomst die we hebben met de vakdocenten, waarbij we dus echt kijken van nou, wat zien wij nou aan het kind? Is het blij? Heeft het vriendjes? Staat het in de pauze niet alleen? Stelt het vragen? Hoe is het met groepswerk? Allemaal die zaken. En als daar dingen nodig zijn, dan pakken we dat op. Nou, natuurlijk doen we ook een brugklas werkweek, zo rond de herfstvakantie. Dat is altijd heel erg leuk. Dan gaan we op pad. We hopen natuurlijk dat het dit jaar allemaal door kan gaan. Dat is ook altijd, geeft ja, heel veel inzicht aan ons. Het is allemaal groepsopdrachten zijn dat. Dus hebben we het vaak heel erg leuk. En ja, dat is natuurlijk altijd een enorme hit. En dat vinden de kinderen fijn. Dat is ook echt belangrijk. Nou, de zachte landing. Ja, je ziet hier een parachutist. Daar vinden dat natuurlijk heel belangrijk. Dat zegt iedere school natuurlijk. Maar nou, ik ga even erop in op wat het Kennemer dan natuurlijk specifiek doet. Bij ons staat de mentor centraal. Is een dijk van een mentorenteam. Er zijn straks workshops, zeg maar, er is een workshop over het mentoraat. Daar ziet u twee mentoren, maar mocht u naar dyslexie gaan, ziet u ook twee brugklasmentoren. Bij de brugklasinformatie over de niveaus zijn twee mentoren. Bij klassieke talen een mentor. Dus eigenlijk, ze zijn allemaal vertegenwoordigd. Dus u kunt een aantal van hen al in de praktijk zien. Nou, wat doet die mentor nou? Die gaat met de klas in de les natuurlijk aandacht besteden aan studievaardigheden. Veel leerlingen van de basisschool hebben nauwelijks huiswerk gehad. Of het ging ze allemaal zo enorm makkelijk af dat ze nooit hebben hoeven leren om hun huiswerk te plannen. Nu zitten ze ineens met kinderen van hun eigen niveau en komt er best nogal wat huiswerk misschien bij kijken waarvan ze denken, hoe pak ik dat aan? De studievaardigheden, zeker een belangrijk onderdeel van de mentorles. Maar belangrijker nog is natuurlijk de groepsvorming. Ja, er zijn 25 kinderen ongeveer bij elkaar. Een groot deel kent elkaar helemaal niet. Hoe maak je daar een goede en veilige groep van? Ja, dat is niet een standaard traject. Dat is voor iedere klas zit een dynamiek, hè, is weer verschillend. Dus daarbij kijken de mentoren en samen met mij van wat is er nodig? En ja, welke instrumenten zet ik in om die klas echt tot een eenheid te smeden. En natuurlijk hoeven ze niet allemaal de beste vrienden van elkaar worden, maar er moet wel een veilige leersfeer ontstaan. En ze moeten het natuurlijk naar hun zin hebben. Nou, de mentor doet ook veel aan individuele begeleiding. Gesprekjes voeren. Ze zijn ook natuurlijk ook bereikbaar, ook voor u als ouder. Maar de individuele begeleiding is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld nu, deze tijd, nu wij online lesgeven. De klassikale mentorlessen. We doen een stukje klassikaal, maar de meeste mentoren gaan nu gewoon met iedere leerling in gesprek om te weten hoe het gaat thuis. Want ja, als je de kinderen niet voor je ziet, dan is juist die informatie die je krijgt, de toonhoogte, de stem, hoe zit het kind erbij, heel erg belangrijk. Nou, daarnaast doen we ook een welzijnsonderzoek. Dat heet de SAKIN, dat is een instantie die dat organiseert, waar het is een grootschalig opgezet onderzoek, waarbij we ook kijken van nou, wat ervaart het kind, want soms geeft het sociaal wenselijke antwoorden en door zo'n ander onderzoek kan je net iets dieper gaan en krijg je weer meer informatie. Nou, daar komt natuurlijk soms een heel plaatje uit voor een kind. Het kan zijn dat een kind heel erg last heeft van faalangst bijvoorbeeld of echt spanningen. Bieden we daar een training voor aan? Dat doen we op school. En dat is echt ook wel bijzonder in de regio, want de gemeente Bloemendaal werkt daar aan mee. Dus dat is heel erg fijn. Kinderen worden daar, als het nodig is, voor aangemeld. En dan krijgen we ook een hele goede terugkoppeling van degene die die training geeft. Wat we nog meer kunnen doen om het kind hierbij te helpen. Nou, mocht er meer nodig zijn, dan is er ook altijd nog trajectbegeleiding. Maar dat is vrij specifiek. Dat is dit niet het moment om daarop in te gaan. Maar dat is er natuurlijk ook. Dan tijdens de brugklas en daarna. Ik gebruik heel graag het woord maatwerk, want zo is het ook bij ons op school. Je ziet hier een plaatje. Links staan de brugklassen. We hebben HAVO, HAVO, VWO, Atheneum en Gymnasium brugklassen. En zoals u ziet is er eigenlijk vanaf ieder niveau staat er een lijntje naar de rechterkant naar de tweede klas.
En zo gaat het ook in de praktijk. Want wat ik net al zei, ja, kinderen zijn natuurlijk hartstikke nog in ontwikkeling. Een havist bijvoorbeeld met een HAVO-advies kan het ineens helemaal ja, hartstikke leuk vinden op school. Ineens een enorme ambitie krijgen. En laten zien ja, dat er meer in zat. Nou, nu met de corona en de lockdown en het online onderwijs natuurlijk helemaal. Een kind met een advies, natuurlijk moeten we het volgens die regels plaatsen. Maar we kijken er heel erg naar. En ook halverwege het jaar zetten we kinderen soms ook over. Nu net bijvoorbeeld deze week heb ik een meisje overgezet van 1 HAVO naar 1 VWO. Enorme overcapaciteit, echte drive en de spirit. Verveelde zich een beetje. Nou, zo'n kind geven we dan heel graag de kans in een ander niveau. Nou, andersom kan natuurlijk ook. Als een kind niet zich helemaal kan ontplooien, daar doen we natuurlijk alles aan. Maar we kijken uiteindelijk van waar zit het kind op zijn, best op zijn plek. Wat wil het zelf? Welke ambities heeft het? Altijd in overleg natuurlijk ook met ouders. Maar ja, de lijnen zoals ze er hier staan, die zijn ook in de praktijk zo. We kijken naar het kind. Ze zijn under construction. Er gebeurt nog van alles. Ze zijn nooit uitontwikkeld. En het gebeurt ook bij ons dat ze van HAVO 2 naar VWO 3 gaan. Of van VWO 2 naar HAVO 3. Kan ook. We kijken echt naar het kind. Stel nou dat het niet helemaal loopt zoals gewenst. Nou, wat hebben wij dan aan ondersteuning in huis? Natuurlijk de vakdocenten. Want meestal zal het, als het... We gaan er dus eerst vanuit dat het kind goed in zijn vel zit. Als dat zo is, dan staat het open voor leren. En dan kunnen we eventueel bij vakdocenten terecht om wat specifiekere ondersteuning. Op de kernvakken doen we ook veel met begeleid oefenen. Want het is vaak een kwestie van automatiseren. Nou, voor dyslexie is natuurlijk hele specifieke ondersteuning nodig. Daar hebben we een heel pakket van. Daar is straks ook een workshop voor. Dus als u daar meer over wilt weten, dan raad ik u echt aan daar al uw vragen te stellen. We ondersteunen ze bij de executieve vaardigheden. Mooi woord, maar wat ik zie waar de meeste brugklassers op uitvallen is echt niet op hun cognitie, maar meer op de organisatie. Hoe pak ik mijn schooltas in? Heb ik voor ogen wat ik allemaal moet doen? Nou, daar hebben ze allemaal wel wat meer ondersteuning bij nodig. Dat gebeurt in de mentorles, maar sommige leerlingen nog net iets meer en dat faciliteren we ook. Nou, kan bijles ingeschakeld worden van een bovenbouwleerling? Dat is hartstikke fijn, want dan heb je een medeleerling eigenlijk die net iets verder is. Dat werkt vaak heel goed. We hebben een prachtige studiezolder waar ze huiswerk kunnen maken na school. Kan huiswerkbegeleiding op school ook gevolgd worden? Dat is een externe partij. Maar het is wel heel fijn. Er zijn korte lijnen ook. We houden dat kind samen ook in de gaten. En het kind hoeft ook niet zeg maar na school, stel dat het daar gebruik van wil maken, ergens anders naartoe te fietsen. Dus dit in de ondersteuning. Dan zijn er natuurlijk ook kinderen die wat meer uitgedaagd kunnen worden en willen worden. En dan zijn daar ook genoeg opties voor. In Engels bijvoorbeeld, ook daar is straks een workshop over. Kunt u ook vragen stellen. Kinderen kunnen al vanaf de brugklas versterkt Engels volgen om uiteindelijk het Cambridge-examen te doen. Hetzelfde geldt voor Frans. De brugklassers kunnen al beginnen met de voorbereidingen voor Delft. Stel dat een HAVO-VWO-kind of een VWO-kind wat niet voor het gymnasium heeft gekozen, alsnog denkt van nou, ik vind het wel leuk en wie weet is het wat voor mij. Dan kan het vanaf februari ook de lessen volgen Latijn. Dus een apart klasje maken we daarvan voor kinderen die het leuk vinden. En dan kunnen ze kijken of het wat voor ze is en dan eventueel naar twee gymnasium overstappen. Verschillende olympiades doen we. Nou, gaan natuurlijk gedifferentieerde lessen. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Ook in het examenjaar, dat is voor je natuurlijk nog ver weg, maar doen we ook kinderen kunnen vervroegd examen doen. Of bijvoorbeeld havisten die wel op Engels VWO examen doen. Dat kan ook. En dus er is een heel pakket mogelijk. En nogmaals ben ik al eerder, heb ik dat gezegd, we kijken ook heel erg naar het kind. Stel dat uw kind, ik kreeg vanmiddag de vraag bij de proeflessen, dat uw kind tweetalig is opgevoed of in het buitenland op een internationale school heeft gezeten en al extreem goed Frans spreekt. Dan gaan we kijken van nou, ga je dan of een boek lezen Frans en dan met je docent daarover in discussie. Of misschien heb je wel meer behoefte aan 1 extra uur wiskunde, omdat dat misschien wat minder goed gaat. Dan kan je best Frans les missen en dan wel tijd besteden aan wiskunde. Maar nogmaals, dat hangt echt van het kind af.
Oké, nou, wat doen we ook nog? De artistieke en sportinterlitiale, dat is ook heel leuk. Dat is een extra wat wij hebben als school. Wij zijn een van de oudste lycea van Nederland. Er zijn meer oudere lycea. Samen strijden we om de beker natuurlijk op artistiek vlak en ook op sportvlak. Er zijn wedstrijden, als dat weer mag, want nu mag het helaas niet. Maar ook dat is leuk, want dat is zeg maar buitenschooltijd. Kunnen de kinderen zich daarvoor opgeven en dan veel gaan oefenen. En dan worden ze ook flink in uitgedaagd. En vertegenwoordigen ze de school. Vinden ze vaak heel erg leuk. Okay, als laatste, en hiermee sluit ik af. Wat is nou Kennemer specifiek? U gaat waarschijnlijk naar heel veel meer informatieavonden. In de regio kunt u niet, of uw kind kunt niet een foute keus maken. Alle scholen zijn goed. Nou, wat is er nou voor aan ons specifiek en bijzonder? Is ten eerste dat we een wat kleinere school zijn. We zijn wel een lyceum, maar we zijn een van de kleinere. En wij zitten zo rond de 900 leerlingen, waar de wat grotere scholen beginnen bij ongeveer 1200, 1300. Het gevolg daarvan is, en dat horen we ook echt terug, leerlingen voelen zich wat sneller thuis. En ze worden ook snel en ook goed gezien. Dat komt ook omdat er korte lijnen zijn en we hebben ook daardoor we hebben een heel hecht en heel fijn docententeam. En tijdens de lunch wordt er ook gesproken over leerlingen van, hey, mij viel dat op, herken je dat, wat is er iets aan de hand? En die korte lijnen zijn heel fijn, want daarmee zorg je gewoon dat het kind snel in beeld is. We doen het echt samen met de ouders. We zijn een zelfstandige school. De ouders hebben een grote rol op school. Niet alleen zeg maar, in de structuur, maar ook zeker in de opvang van de kinderen. Onze IT is goed op orde. In de coronatijd waren wij echt, op zondag werd de lockdown, op zondag hebben we voorbereid. En op maandagochtend om 7:15 werd de eerste les gevolgd. Nu ook weer met deze nieuwe lockdown. 'S Avonds hebben we overlegd, 's ochtends is om 7:00 zijn er wat collega's, hebben alles op orde gemaakt. En om 7:15 was alles op orde. Dat is gewoon, ook Kennemer wel specifiek voor ons. En daarmee, met al die dingen, zijn wij klaar voor morgen. En dan kom ik eigenlijk terug bij ons motto, waar Peter mee begonnen is. Was het algemene stuk. Dank voor uw aandacht en ik nodig u graag uit om nu de workshoprondes te gaan volgen. Onderwerpen die u aanspreken. Er is er ook eentje waarbij u vragen kunt stellen aan Peter of aan mij. Ik wens u een hele nuttige avond en ook veel plezier.